En is het niet iets om... Ja. Nou, misschien gewoon how to define a standardized approach. Ik wil niet zeggen. Ja, dat kan. Dat is heel erg slecht gejat eigenlijk. Want dan, how to define. Hoe definieer je en standaardiseer je. Ja. Nou, je het zo zegt, het lijkt mij veel beter dan die we eronder hebben. Omdat dat gewoon problem statement is waarvan je een vraag maakt. Ja. En alle woorden die je had, erin had, die zitten er wel in. Ja, want dan hou je hem lekker vaag. Je zou hem nog steeds specifiek, maar toch een beetje abstract. Ja. Hoe definieer je standaardiseerde aanpak voor. En dan kan de deelvraag kan nog steeds. Ja, je kan vraag 3 blijven staan. Kijk! Nou, heel fijn. Kan je die even voorleggen aan je begeleider? Ja. Dat vind ik wel fijn, want ik heb toch een hoofdvraag heb ik dan. Ja. Ook al lijkt het heel erg veel te problemen, maar dat maakt verder niet uit, denk ik. Nee, dat maakt niet uit. En dan kun je vervolgens aan de onder de deelvragen zetten, hoe ik het op gaan doen. En dan kan ik vervolgens de relevantie nog aanstippen en dan hoofdstuk 1 echt volledig lekker in het model zitten, denk ik.